vind het wel leuk, want je leert nieuwe mensen kennen. En het is gezellig, ga je fietsen samen. Ja, eigenlijk ben je nooit alleen. Ja, we gaan naar Efteling, gaan we koken, we gaan naar een speelpaleis of iets. We gaan naar Dolfinarium, we gaan naar Apenhul en verder weet ik het niet meer. Heel veel, ja. Ik moet ook op de fiets naar school en in het weekend fiets ik van mijn vader naar mijn moeder en weer terug, want mijn ouders zijn gescheiden. Nou was het vannacht hier natuurlijk al slapen en ik hoorde dat het best wel onrustig was. Heb jij dat ook gemerkt? Ja, ik ben pas om... Ik heb denk ik maar 2 uurtjes kunnen slapen. Oh, dan moet je nou de hele dag fietsen. Lukt wel. Ja, een beetje irritant hoe ik moet noemen. Want iedereen zat er doorheen te bekken. En uiteindelijk ging ik wel om slapen. Rond 1 uur heb ik rond 6 uur geslapen. En toen werd ik wakker met luide muziek en iedereen weer wakker. En we moesten opruimen en we moeten weer verder gaan. Dus ja, ik heb best lekker geslapen eigenlijk. Nu gaan we naar het gemeentehuis en dan gaan we van Arnhem naar Zutphen fietsen. En dan gaan we daar in een gymzaal slapen en dan gaan we de volgende dag weer verder. En dan gaan we soms wat leuk doen, bijvoorbeeld naar Kalker of de Efteling. En ik denk dat Efteling wel het leukst wordt. Nou wordt het deze week heel erg warm. Wat ga je daartegen doen? Insmeren met zonnebrand en een pet op. En veel drinken natuurlijk. En je hebt al een bidon. Ja, die heeft iedereen. En als we straks gaan fietsen, gaan we deze in ons bidon houden doen. Goed drinken is heel belangrijk.